Bepalend voor onze campagne is niet wie andere partijen zijn en wie daar leiding geven. Bepalend is wat wij zelf willen, waar wij naartoe willen, welke koers wij voor het land uit zouden willen zetten. En als je dat doet, dan moet je natuurlijk geen aarzelingen hebben, en daar zit mijn leermeester, om dan open en duidelijk te zeggen wat je van een bepaald maatschappelijk vraagstuk vindt. Open, eerlijk en duidelijk. Maar ook zonder onnodige aanscherping. Altijd op basis van respect voor iemand die er anders over denkt. En zonder grove persoonlijke aanvallen op anderen. Want dat laatste is niet de stijl van de VVD. Mijn verhaal is, ga op inhoudelijke punten het debat met Leefbaar Nederland aan. In een eerlijke en faire campagne. Niet met modder gooien, dat is allemaal onzin. Met een beetje humor, met hier en daar een grap. Ik ben het helemaal eens met het erelid uit het Hoge Noorden, Hans Wiegel. Die roept op tot een inhoudelijke strijd. Hans Dijkstra, dat is de politiek leider van de VVD, de partij die het meest leek te verliezen aan Leefbaar Nederland. Hartelijk welkom. Betreurt u het mogelijke vertrek, zeg ik voorzichtig, maar eigenlijk het vertrek van Fortuyn als lijsttrekker van Leefbaar Nederland? Kijk, in een aanloop naar een campagne van twee verkiezingen heb je als partij grote voordelen als er in andere partijen dingen misgaan. Dat hoort bij ons normale werk. Maar wat ik vanmorgen dus las, heeft heel weinig te maken met de campagne. En ik heb ook absoluut geen blij gevoel gehad. Ik maak mij daar grote zorgen over. Niet alleen omdat er een partij is met een lijsttrekker die dingen zegt. Maar daarachter zit natuurlijk nog een dreigende gevaar dat wij hier in Nederland een campagne krijgen die daarover gaat. Ja. En dat hebben we nou al die jaren hier gelukkig weten te vermijden. Dus het is veel ernstiger dan een aanloop naar een verkiezing. En dat is waarom u opeens nu wel tekeer gaat tegen Leefbaar Nederland, tegen Pim Fortuyn. Ja, absoluut. Ik wil waarschuwen. Het gaat veel verder dan de partij of dan Fortuyn of dan mijn partij. Ik wil waarschuwen. Dat als we hier werkelijk op in zouden steken, ook in een discussie in het land, dat ik me hard vasthoud. We hebben 11 september meegemaakt en toen heb ik en ook anderen gezegd, we zullen niet toestaan dat hier in Nederland groepen tegen elkaar worden opgezet. Ja. Dat is het gevaar. U heeft gezien, Flip de Winter heeft geloof ik direct al... Ja, die heeft vandaag gereageerd en gezegd bedankt, Pim Fortuyn. En dat geeft al precies aan in wat voor onderstroom hier gepeurd wordt. Ja. Na dit taartincident en de officiële aangifte van Fortuyn bij de politie in Den Haag gebeurde er niets. Dat terwijl kenners van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan Nova verklaren dat het gedrag en de standpunten van Fortuyn al reden genoeg waren om hem desnoods tegen zijn zin permanente persoonsbeveiliging te geven. Volgens betrouwbare bronnen in de VVD-top zou fractievoorzitter Hans Dijkstal, zelf minister van Binnenlandse Zaken in Paars 1, al in november van het vorig jaar in een vertrouwelijk torentjesoverleg met premier Kok aangedrongen hebben op extra bescherming voor Pim Fortuyn.